Wij mogen de prijzen bekendmaken voor fictie. Deze persoon heeft 2 films gemaakt. Die allebei heel hoog eindigden in onze lijst. Dus het was niet heel moeilijk om te beslissen. Het is eigenlijk ook vooral de filmmaker die deze prijs eigenlijk gewonnen heeft, vinden wij. De persoon die deze prijs heeft gewonnen is Tun Stopcuoglu. Dit was voor de film Molenwijk Originals en Mokum Verhalen. En gaan jullie vertellen waarom deze filmmaker deze prijs heeft gewonnen? Nou, wij vonden eigenlijk allemaal, hij eindigde zo, wat Noah al vertelde, hij eindigde heel hoog bij ons allemaal. Er werd door ons allemaal eigenlijk al over gesproken. En ja, wij vonden het allemaal een mooie film. Wij vonden het allemaal leuk ook, geloof ik. Ja, ik weet niet of jij er nog wat... En ik heb ook deze laatste film mogen zien en ik ken nog het verhaal van de brand in de Hofkerk. Maar dat je het verhaal erachter nu zichtbaar hebt gemaakt op een hele mooie manier, geeft ook weer zo'n geschiedenis van Amsterdam-Oost ook weer een extra laag. Want je weet, ach, er was iets met moslims en Turken die tegen een kerk waren. En nu blijkt het echte verhaal stuk genuanceerder te zijn. Maar ook veel echter Amsterdammers te zijn dan wij ooit dachten. Dus niet alleen een mooie film, mooi gemaakt, maar ook weer een stukje echt verhaal van Amsterdam, wat zichtbaar is geworden. En dan voor de toekomst het verhaal weer verder verteld kan worden hoe het echt is gegaan. Dus dankjewel. De reden dat deze film bij fictie hoorde, de Molenwijk Originals, was omdat er gebruik is gemaakt van greenscreen. Bijvoorbeeld, je zag Transformers erin en soldaten langslopen en water. Dus daarom hoort hij bij de categorie fictie. We vonden het eigenlijk al. I am super proud that I'm getting the prize. We are getting the prize from these guys because they have a great film from last year. They are the winner of last year. So thanks a lot. Yes. Thank you.